kan je nou kinderen op een speelse manier kennis laten maken met de letters? Dat is soms nog best een lastige opgave. Maar afgelopen periode heb ik iets moois kunnen testen in de klas. Het heet de lettertrein. Hoi, ik ben Pauline Kort en voor het Juf Sanne team ben ik aan de slag gegaan met de lettertrein. Wat is precies de lettertrein? De lettertrein is een lespakket dat de ontluikende geletterdheid bij jonge kinderen stimuleert. De kinderen komen namelijk in dit lespakket in aanraking met de letters en klanken om hen heen, waardoor kinderen spelenderwijs de letters kunnen gaan ontdekken. Ze zijn bezig met de letters benoemen en ook met de klanken horen in het woord. En uiteindelijk zijn ze toch ook al een beetje bezig met het ontdekken hoe woorden in elkaar zitten en dat ze misschien eigen woordjes kunnen maken. Wat staat er hier voorop? Dat de kinderen plezier hebben bij het ontdekken van een nieuwe letter. Wat zit er allemaal bij het pakket van de lettertrein? We hebben de handpop Teun. Teun is een handpop die eigenlijk nog niet zoveel letters weet, dus hij wil samen met de kinderen dit gaan ontdekken. Het prentenboek, een poster, match, een basiskist en 4 houten kisten. Blokko. Memory. En de werkmap. En daarnaast is er ook online software beschikbaar. Moet je hierbij denken aan video's, aan liedjes, aan spelletjes. Wie is dan precies die Teun? Teun is een giraf en Teun is de machinist van de lettertrein. Hij heeft nodig de kinderen uit om samen op pad te gaan en op zoek te gaan naar een nieuwe letter. En door de speelse manier van de handpop heb je zeker hoge betrokkenheid in de klas. Wat staat er precies in het prentenboek? In het prentenboek staan 26 verhalen. Deze verhalen corresponderen met de letter die je wilt gaan aanbieden. Maar daarin ben je zelf vrij wanneer je welke letter wil aanbieden. Dus je kan altijd nog kijken welke letter past nu goed bij het thema. Zo, dag Teun. Ben je er weer vandaag? Ja, ik ben er weer, want ik heb gehoord dat jullie een nieuwe letter gaan leren. Dat klopt Teun. Dit is het mooie lettertreinboek. En er zitten allemaal letters in. We hebben hem hier ook, zie je dat? In het letterboek van de lettertrein. Teun, lees je mee? Ja, ik vind dit echt de mooiste letter van het hele alfabet. Oh, maar waarom dan? Wil je het zo vertellen? Ja, ik ga zo vertellen waarom ik hem super, super, super mooi vind. Oké. Welke letter heb ik heel vaak gezegd? Door het verhaal voor te lezen komen de kinderen op een speelse manier in aanraking met de letter van die les. De kinderen krijgen vaak dan de opdracht welke klank, welke letter hoor je heel erg vaak. De verhalen die zijn niet heel lang, maar ze zijn heel duidelijk op de letter die jij die les wilt gaan aanbieden. Daarnaast is er ook een grote plaat in het boek zichtbaar, waarop eigenlijk al de woorden staan uitgebeeld die met die letter te maken hebben. Dit boek is dus eigenlijk een letterboek, een verhalenboek en een zoekboek. Daarnaast krijg je ook een hele grote letterposter. Daarop zijn alle letters met de wagontjes afgebeeld. Ook zit er veel materiaal bij deze letterkist. Deze speelset bestaat uit nog verschillende kisten. Match, een basiskist en 4 houten kisten. In elke kist zitten 26 opdrachtenkaarten. En deze lopen op in moeilijkheidsgraad. Dat zie je aan het sterretje bovenaan. Verder heb je ook Blokko. Blokko
is een speelset die bestaat uit een kist met 95 woordkaarten en 120 klikbare letterblokjes. Ook is er een memo bij. Daarnaast kunnen de kinderen natuurlijk ook met het materiaal nog na de les aan de slag gaan. Dus kom je eens in de klas tegen dat je denkt, hé, hier zit ook de letters in. Dan kunnen we het daarbij zetten. Zo heb ik dus ook een hoekje gecreëerd in de klas waar die letter dan die week centraal staat. Dan kunnen kinderen ook eigen gebrachte spulletjes mee naar school nemen die daarmee te maken hebben. Dus als de T centraal staat, hebben we een hele hoek ingericht die met de T te maken heeft. En het leuke is dat daar natuurlijk ook Teun zelf bij zit. En kunnen ze ook met de handpop een gesprekje aan over de letters. En ze mogen dus ook met hem spelen. Ik ben nu al een paar maanden aan de slag met Teun in de klas. En wauw, wat zijn de kinderen enthousiast als ik Teun er weer bij pak. Teun komt één keer in de week op bezoek. Dan gaan we dus met elkaar een nieuwe letter ontdekken. Het mooie aan dit pakket is dat het een complete set is. Ik vind het zelf echt heerlijk om met Teun aan de slag te gaan in de klas als ik een nieuwe letter ga aanbieden. Zelf werk ik namelijk altijd heel erg graag vanuit handpoppen, omdat je dan toch echt de hoge betrokkenheid bij de kinderen hebt. En dat is het mooie van dit lespakket. Het is gebaseerd op Teun die de letters wil aan ontdekken. Dus het laat ook zien, heb een onderzoekende houding. 10, tafel. En hoe heet die? Teun! Teun, daarom is het jouw lievelingsletter. Hij zit in jouw naam. Ja, ik heet Teun! Met een t. Wauw, Teun. Dus wij gaan vandaag jouw letter leren. Ja, en dan mag ik daarna heel de tijd bij jullie letterkastje liggen. Want ik hoor bij de letter. Oh ja, letterkastje. Ja, want we hadden eerst de met alle spulletjes. En nu komt de letter T. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Teun. Ik ga je eventjes hier bij het boek neerzetten. Mag jij goed kijken? Goed kijken naar het bord. Want we gaan eventjes daar naar een liedje luisteren. Nu de letter T leren we bij ons aan boord. Hey, ga je mee met de lettertrein? De trein daar voor allemaal. We leren de letters. Trompet heeft hem. Wel, hè. De volgende. Plant. Nee. Heeft plan. Ja. Hij zit aan het einde van het woord. Plant. Dus hij zit er wel in. Ja, plant. Ja, doe maar. Mag je zo doen? Mag je gewoon een cirkeltje? Zo. En trommel. Herken jij de letter T? De letter T. De letter T. Zeg, ken jij de letter T? Van, dan doen we nog één keer deze. T, tien en tas. Mocht jij nou op school hulp nodig hebben bij hoe je letters kan aanbieden in een kleuterklas, dan is deze leskist misschien wel wat voor jullie. Laat even weten als je het een leuke video vindt. In ieder geval ga ik lekker weer verder met Teun in de klas. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Hey, doeg!